Voor veel mensen komt het einde van de zomervakantie dichterbij. De eerste scholen zijn alweer begonnen. En als je de komende dagen nog vakantie hebt en je wilt dit soort buitenactiviteiten ondernemen, dan hoop je natuurlijk op nog een beetje mooi zomerweer. En als je niet in eigen land blijft en je reist nog af naar het zuiden van Europa, dan moet je wel rekening houden met hoge temperaturen. Vooral op het Iberisch Schiereiland en in het zuiden van Frankrijk worden nog temperaturen rond of net iets boven 40 graden berekend. Er zijn ook verschillende weerwaarschuwingen voor afgegeven. Als we dan even naar Italië kijken, Toscane, de omgeving van Rome, maar ook Sardinië, daar is het nog bloedheet met 38 graden. In Griekenland, daar sta ik net voor, maar daar meestal 30 tot 35 graden. Dus echt die warmte zit nog een beetje opgesloten in dat Middellandse zeegebied. Dan gaan we even weer uitzoomen, Europa als geheel erbij halen. Want wij hadden de afgelopen dagen met mooi zomerweer te maken. En dat hadden we te danken aan een hoge drukgebied, maar die is geleidelijk weer een beetje aan het verplaatsen. Trekt weg bij Nederland in oostelijke richting. En boven Schotland is een lage drukgebied tot ontwikkeling gekomen. En die neemt dat plekje in en komt steeds dichter bij ons land in de buurt. Zo ziet de luchtdrukverdeling er donderdagochtend een beetje uit. Maar boven Frankrijk is nog een klein lage drukgebiedje. Noemen we ook wel een thermisch lage drukgebied. Ontstaat door sterke opwarming aan de grond. Krijg je daar eigenlijk een tekort aan lucht en dus een lage drukgebied. En daar komen best wel stevige regen- en onweersbuien bij voor in de verwachting van de diverse weermodellen. Met die zuidwestelijke stroming komen die onweersbuien vervolgens onze kant op. Maar die lopen zich wel een beetje stuk op de flanken van dat hoge drukgebied. Dus wat buienactiviteit betreft valt het donderdagochtend nog wel enigszins mee bij ons. Hebben we natuurlijk wel enkele buien en ook veel wolkenrestanten door dat thermisch lage drukgebied. Maar in de middag komt het lage drukgebied wat dichterbij. Wordt ook de bovenlucht wat kouder. En dan kunnen die buien net weer even geactiveerd worden. Dus ook donderdagmiddag toch nog wel verspreid over het land kans op regen- en onweersbuien. Ook een hoge luchtvochtigheid. Dus donderdag is echt zo'n typische overgangsdag. Want daarna krijgen we met heel ander weer te maken. Dat hoge drukgebied verlaat onze omgeving. En lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan nemen tijdelijk het stokje weer over. En we zien tijdens het weekend ook flink wat blauw. Er zit ook wat kustconvergentie bij. Dus dat de buien vanaf zee en de interactie met het land ontstaan. En ook in de loop van de nieuwe week zien we wel wat blauw op de weerkaart verschijnen. Dus wisselvallig zomerweer. Maar in de loop van de nieuwe week staat ons nog wel een ander opvallend iets te wachten wat in deze berekening van het GFS weermodel terugkomt. Dan zakt een lage drukgebied over de Britse eilanden weer af richting het zuiden. Maar de positie van dat lage drukgebied is heel bepalend voor het weer wat we dus komende week gaan krijgen. Komt die pal boven ons land te liggen, dan hebben we echt heel wisselvallig weer met heel veel buien die daar omheen draaien. Komt die net iets ten zuiden van ons te liggen, bijvoorbeeld boven het westen van Frankrijk, dan zorgt dat lage drukgebied ervoor dat er een zuidelijke stroming op gang komt en dat die warmte uit het Middellandse zeegebied weer onze kant op kan komen. Maar komt die wat noordoostelijker te liggen, dan hebben wij een noordelijke wind en dan zullen de temperaturen toch wel redelijk gemiddeld zijn voor de tijd van het jaar. Dus de positie van dit lage drukgebied is heel bepalend voor hoe het er later in deze tiendaagse uit gaat zien. En dan ga ik die temperatuur van de bovenlucht er ook nog even bij pakken. Op 500 hectopascal zien we die zuidwestelijke stroming ook heel duidelijk terugkomen. En in de loop van donderdag komt dus die koude lucht van dat lage drukgebied wat uitzakken. Er zit ook een kleine hoogtetrog bij. Dat kan net die onweersbuien even weer een zetje geven. En tijdens het weekend zien we ook dat de bovenlucht wat kouder is. En samen met die wisselvalligheid wat lager in de atmosfeer zorgt dat ervoor dat we een wisselvallig weekend hebben. Temperaturen rond 20 graden. Als we dan naar de nieuwe week kijken, zien we ook dat lage drukgebied komen afzakken. Maar dus wel aan de grond ruimte voor die zuidelijke stroming. En dan ga ik de temperatuurpluim er even bij pakken. Dan zie je ook dat we donderdag nog de hoogste temperaturen hebben. Dan regionaal nog wel zomers in het land met 25 graden of meer.
Daarna nemen die lage drukgebieden het stokje over. Wisselvalligheid, ook wat koudere bovenluchten. Dan zitten we zo rond 20 graden. Dit is de pluim voor het midden van het land. Dat is voor het einde van deze maand eigenlijk een hele gemiddelde temperatuurwaarde. Kan af en toe een bui vallen, maar er zijn ook echt wel droge momenten tussendoor. En vanaf woensdag zien we dan de spreiding in de pluim toenemen. En dat komt dus door de onzekerheid wat betreft de positie van dat lage drukgebied. De uitschieters naar boven zijn dus die warme zuidenwind. En die uitschieters naar beneden is die noordenwind. Dus heel bepalend waar dat lage drukgebied uit gaat komen. Dan als laatste nog even de neerslagkansen. Het weekend ziet er wisselvallig uit. Dan geregeld een bui, maar tussendoor ook wel droge momenten. Het zal echt geen verregend weekend worden. De neerslagkans is hoog, maar wil niet zeggen dat het de hele dag regent. Het zijn typisch van die zomerse buien. En als de zon eenmaal doorbreekt, gaan we naar 20, 23 graden. En is het zeker nog niet slecht in eigen land. En na het weekend neemt die neerslagkans verder af. Is het wat vaker droog. En als die zuidenwind dan doorkomt, ziet zeker het tweede deel van volgende week er gewoon weer redelijk zomers uit. Dus al met al wel wat wisselvalliger en wat koeler, maar zeker geen verregende dagen.